Vlak voor de zomervakantie kijken we terug op de uitzendingen van Effenpauze. En wat kunnen mensen vuur verzamelen? Postzegels, foto's, poppen, neem maar op. En zo waren we in Kersteleik, waar in het verzamelmuseum heel veel te vinden was. Fijn dat we hier vanmiddag eens mogen komen kijken, want ja, we hebben gehoord over het verzamelmuseum, poppenmuseum. En we zijn ontzettend benieuwd, als kijkers van Peel en Maas, hè, ja, omroep PNM. Ja. Heel erg benieuwd wat hier allemaal achter deze deur zit. Ja, achter deze deur, achter meerdere deuren. Nog meerdere deuren. Hoe moet dat weer spannen, jong. Ja. Leuk. Dus kom binnen. Dank je wel. Ja. Oké, we beginnen al met de eerste poppen. Ja, beginnen we direct bij de entry, hè. Dit is maar een klein beetje van het vuile wat we verzameld hebben. Dus, of ik verzameld heb. Dit is even het voorportaaltje. Ja. Maar al prachtig. Introductie hier. Hier staan eigenlijk de oudste poppen wat ik verzameld heb. De kostbaarste zal ik zeggen, het is niet dat dat nu zoveel heel veel waard is, maar voor, ook heel veel voor mij heel veel waard. Ja. En door de jaren her is dat ook ontzettend gekelderd met de crisis. En, ja. Door de prijzen, als ze zo nodig zijn, dat doet je toch niet? Nee, ik heb ze niet voor de handel, ik heb ze voor de sport, het verzamelen. En ik heb dan nu ook zoiets van, ik geloof dat ik toch wel het... dingen bereikt heb, dat ik zeg van het is goed zo. Ja. Maar het is heel duidelijk toch moeilijk als we zijn pas op vakantie geweest en dan moet ik me in de hand knijpen van die beurs in het tas laten. Want ik heb er zat, hè, en dat zult je dadelijk ook wel zien. Oh, ja. Maar het ging toch niet en ik kwam toch weer met een pop naar huis. Maar helaas staat ze hier nog niet bij, die is nog aan het wachten op een nieuw kletje. Oh ja, doet je dat zelf dan of zoek je die ook weer ergens op? Ik zoek heel veel, maar ik heb een heel goede kennis en aangezien dat ik er op het moment helemaal geen tijd meer voor heb, dan moet die mij dan wel eens een keer een kletje. Ik heb gelezen ergens dat je er tussen de 1500 en de 1800 hebt. Ja, ik heb ze eigenlijk nooit geteld. Ik ben eens begonnen met tellen en toen dacht ik, wat heet dat, een meerwaarde? Nee. Niks. En ik wil niet kunnen bluffen van ik heb er zoveel, moet mij niks. Nee. Ja, ik kan er ook heel goed afstand van doen, want wie we ons museum ingericht hebben, toen zei een hele goede kennis van mijn vader, van waar we op een rommel met mijn zus en ik in te zetten, van wat zit je eigenlijk in zoeken, meisjes? Ja, we zijn poppen aan het verzamelen. Ja, zet er, dan geef ik u een hele goede raad. Kijk dan alleen die een merk hebben, want die geen merk hebben, hebben geen waarde voor de verzameling. Ja, dus dit plastic, is papier-maché en dit is ook papier-maché en de kop is porselein. Oh. Ik heb die gans laten repareren, die heeft nu pas een nieuw kletje gekregen. En dat is een Armand Marseille, een Frans merk. En dan geeft ze weer op de computer zoeken van wie oud zijn die en toendertijd wat een waarde heeft dat. Maar de waarde, wat ze in de catalogus schrijven of op... ik marktplaats zitten, dat crisis van zijn levensdag niet. En dan geeft het mij ook niet om. Ik heb er nog nooit geen verkocht. Nee, echt niet? Nee, nooit. Ik zeg ooit, ik kreeg ook het dementerende van een bejaarde hoes. En dan als een hoes in, dan denk ik, och, waarom heb ik die geen pop metgegeven? Maar dan ben ik heel bang, als ze 4 of 5 dementerende hebben, dat ze ook nog ruzie krijgen onderheen. Ja, dat werd ze maar nooit. Ja, Tom, dit was even de inleiding. Maar mevrouw Annie... moet ik even opletten, hè? Mevrouw Annie Thiewe, die heeft zoveel verhalen te vertellen, dus we hebben hier pas alleen maar de inleiding gekregen. We zien nog het een verhonden het ander, toch? Zo kunnen we vergeten. Ja? Och, kiki. Kiki. Oh, je trap. Wisten we niet wat we moesten doen. We hebben het huis 10 jaar terug helemaal gerenoveerd. Van een bedrijfsruimte hebben we dat bij de breakfast gemaakt. En toen dachten we, als we die trap eruit moeten gaan halen, dan moeten we ook de kelder nog renoveren. En toen hebben we gedacht, toen zei de kennis van OSP, maak er een vitrine van. Hè. Maar wel het origineel laten. En ook daar, ze zitten er stoorvrij. En een betere plek had je niet kunnen vinden. Prachtig. En een goedkoper ook niet. Toen zit je echt in het museum. Hè. Dit is dan een championcel. Kort gevoel voor zichzelf soms eens even hier ook? Of?
Nou, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Gasten komen uiteraard. Ja, ja, dat altijd. Ik geef altijd de rondleiding. En dat is precies wat veel mensen zeggen. Als je een museum hebt, er zijn er meerdere die zetten de deur op en dan kent ze zich bekijken. Ja. Maar hier wil zeggen dat die verhaal is nog schoner als de verzameling. Ja, mooi, gewoon waar het overgeeft. Dit zijn klederdragpoppen. En mevrouw hier op Kesselijk die belde me op en toen zei ze, ik heb klederdragpoppen en ze waren aan het verbouwen. Of ik de interesse in haar? Ja, het ligt aan het prijskaartje. Nou, die kon ik zo hebben. Maar ik dacht, ik zei, kom maandag kijken. Ik ga erheen en ik ga zo gedacht van, ja, als ik de kast er niet bij heb en ik moet die eerder week afstoffen, daar heb ik ook geen zin in. Hè. Ja, dat is ook een hoop werk en het wordt er niet moe op. Nee, hè? En die vrouw heeft er 30 jaar aan gewerkt. Dat is allemaal handwerk. Die heeft allemaal die kleer, alles volgens de traditie, gemaakt. Oh, dat heeft ze handgemaakt zelf ook? Allemaal, alles zonder mijn machine, zo. Alle attribuutjes. En doordat ik zelf poppen heb gemaakt, weet ik precies wie kostbaar dat het is. Dit, dat is een raamklopper. En in hinderlopen, als dat babytje geboren werd, zaten ze dit zo voor de raam. En dan wisten de beide leers dat ze door moesten lopen, dat er niks te halen was. Oh ja. En bij een meisje was het zo, zo en bij een jong was het deze kant. En zo heet alles een verhaal. En maar dit zijn eigenlijk de eerste plannen waren van... Dit was van de allereerste woord ik met begon. Oh, dat is leuk. Ja. En dat is Lieske. Lieske. Oh. Lieske. Hebben ze ook alle molen ernaar? Nee. Ik moet net zeggen, dat begint ze al gedaan. Nee. Zo dol ben ik niet. Zeg maar, je hebt wel bij elke pop, en dat is bijna niet te geloven, maar dan heb je... Je weet precies wanneer, waar, hoe en wat. Nou, eerder niet meer. Nee, maar die hieronder zitten, dat zijn meeste van die Helderse mevrouw. Dat is allemaal zap. Die hebben ons een keer bij een juwelier voor kerstmis in een parkhoes gestangen. En, maar ik kan echt niet zeggen, ik heb bepaalde pupjes dat ik zeg, och, die waren van Aldegoor, wie van halen in op Aldegoor waren. Ja. En ik weet ook dat we een landgraaf zijn gegaan met mijn zus en ik, we komen met één pupje terug. Ik zeg, we moesten slecht hebben bij het leven dat we voor één pupje, maar dat weet ze van tevoren niet. Nee, hè. En ik moet ook zeggen, doordat ik die operaties allemaal gehad heb, de ijver en mijn zus is ontvallen, dat is heel erg gezakt. Dat telt ook nog mee, dat je zegt van nou, dit is goed. Het is goed zo. Ik kan nu gelukkig, ik kan wel eens aan een pop veulen en dan ben ik groots op mezelf dat ik ze heb laten liggen. Ja. En dat kost eren niet. En nu die ik heb gekregen de vorige week, dan denk ik, oh kijk van nou, oh, die zijn van wel. En als ze dan toch in Kesselijk is, ja, dan geeft ze natuurlijk nog even naar het gemeenschapshuis. En als ze dan wil ruilen, dan kent ze door naar de verzamelbeurs gewoon. Eindelijk in de maand is dat. Op een zondag, hartstikke leuk. En wie hebben het gedaan natuurlijk. En ik wil wel eens weten wat mijn passeers nog weer waren. Nou, daar kwamen we snel genoeg achter. Ik heb toen vroeger als klein mens heb ik eens wat passeers gekregen. En ik denk, nou kom ik toch door. Dan moet ik eens iemand vragen die er een beetje verstand van heeft, wat ik hier voor een knommel in de hand heb. Dat kan je niet zeggen in de knommel. Oh, ik dacht hier de 100.000 te gaan verdienen. Ik zeg het eerlijk, ik ga dan eten. Nee, zeker. Het zijn allemaal, wie noemen dat, 5 cent zegels. 5 cent zegels. Ja, die zitten bijvoorbeeld heel in die deur. Ik denk dat is binnen te lopen. Ja, ik zeg tegen hem, volgens mij zit er een hiele. Nee, echt niet. Maar u luistert voor de verzamelen, hè? Je moet zeggen, verzamelen is dat wel leuk. Want de lol van het verzamelen is niet de weerde natuurlijk. Als je het voor de winst moest doen, dan kan ze beter toezien. Ja, zo is het echt gewoon.
Je hebt gewoon de lol om op verzameling weer. Ja. En vind je hier nog wel eens ooit met ruilers? Ja, en ligt een wassenverzameling Nederlandse zegel. Nee. Maar toevallig heb ik hier net een paar zegels gekocht. Kijk, ik verzamel alles. Is dat bij andere verzamelaarskop gedaan? Ja, dat, dat heet dat is landbouw. Alles wat met landbouw te maken heeft, verzameling. Oh. Plus aparte vormen. Kijk, dit zijn drie kenten. Ja, en toen heet ze rongen, zeskenten, achtkenten, alle. Dat is bijvoorbeeld een vorm van verzamelen. Ik gewoon allerlei vormen verzamelen of zo. Ja. Kijk, dat zijn veerzegels, veer verschillende zegels. Ja. Kijk, en dat zijn de vormen. Samen weer een. Ja. En zo. Kom eens kijken. Kijk. En die zegels, hé. Kijk, dat zijn veerzegels. We zien dit, dit aan velkens. Die is ook los. Ja. Kijk, en die vormen, die kun je ze ook te bijeen. En de lol is het bijeen krijgen van die zegels en niet wat u weer de uiteindelijk is. Nee, moesten niet naar kijken, want... Nee. De lol van het verzamelen. Ze moeten niet te duur zijn natuurlijk. Nee. Maar de lol van het verzamelen, dat is echt... Zit je hier bij de vereniging? Ja, ik huur 40 jaar al. Ik kom op Bolder. Oh, je ziet van Bolder? Ja. Mooi. En dat is echt... Ton is ook van Bolder, ja, dat is altijd groeis als ze er een van Bolder tegenkomt. Oh, hij staat ook altijd achter de camera, niet te veuren, dat is het doen. Ja, mooi. Nee, maar dat is gewoon echt geweldig, zo'n... Ik zie dat nog, je hebt er echt lol in, hè, met het verzamelen. Ja, en ik verzamel van alles, niet alleen postzegels en munt en aanzichtkaart. Alles wat met landbouw te maken heeft, dat zijn postzegels, witprentjes. Aanzichtkaart is geweldig. Ik heb er nog geen been mee. Nee. Maar dat is een geweldig mooi. Ook onuitputtelijk bijna, of niet? Ja, daar kan ze albums van vol krijgen. Hij is eigenlijk nooit als verzamelaar dat ze zegt, zo, nu ben ik loon. Nee, ja, maar dat moet ook niet. Nee, natuurlijk. Daar moesten we eigenlijk niets verzinnen. Ja. Even heen kijken, want ik zie hier weer heel veel postzegels. Goedendag. Goedendag. We zien van Omroep PNM, we komen eens even een beetje neuzen. Hoezo? Gewoon eens een beetje kijken wat hier allemaal gebeurt. Want we lozen dat hier een ruilbeurs was. Oh, fijn. En we dachten gewoon eens kijken. Ik zie hier allemaal mensen met postzegels. Je ziet echt met elkaar kijken dan. We bestonden als vereniging iets van 22 jaar en we zien wel serieuze verzamelaars. Hè? Dat zie ik wel zo, joh. Ik doe het eigenlijk... Iets van 60 jaar verzameling. Mijn vader had in Venlo een internationaal ruilbureau. Voor de oorlog en daar heb ik nog zelfs post van. Echt, dus dat is wel leuk. Een internationaal ruilbureau? Ja, bijvoorbeeld had 1000 zegels duwde in een envelop. Dan stuurde hij naar iemand in Roemenië. En die stuurde weer 1000 zegels terug van Roemenië. En zo ging dat dan. Mooi, ik wou net al, dit liet ik net eens kijken. Dat heb ik ooit eens gekregen, vroeger ook zo. Hè. Ja. En ze lag dan al direct wie ik die zegels keek. Maar dat zou wel ooit zo'n pakketje zien komen, denk ik dan. Dat is dus niet veel. Nee, dat had ik zo. Toen ik denk, probeer het gewoon nog een keer, maar dat is niet veel, joh. Ja. Dikwijls zien de mensen aan teleurgesteld. Mijn is een klein buksje, dat is het helemaal. Maar helaas, dat moet ik ook teleurstellen. Zeker als ze dat nog 30 jaar terugvindt, dan denk je, dat zal wel wat zien. Nee, dat is ook maar een grapje natuurlijk. Maar omdat je het had over die pakketten, want ik herinner me dat nog. De Kosovaanse pakketten ook kopen, hè? Dat kind dan wordt nog, hè? Oh, dat overal. Ik heb in het blad van Amphilex, daar staat dat, daar wordt het aangeboden. Gewoon pakketten en niet meer. In een van onze eerste uitzendingen bezochten we, in het kader van die verzamelingen natuurlijk ook, Emmy van Eyck van Eyckeren. De naam die is al bijzonder, maar uw verzameling zeker ook. En die schouw, ik ging dus naar Sissi en naar Paleis het Loo. En wat zag ik in Paleis het Loo? Die schouw. Ik denk, haha, de koningin Ede, maar ik heb hem ook een helder. Dus de koningin van Helden. Ja, precies dezelfde marmer dus. In stijl, wie moet dat ik zeggen? Ik ben op het moment een roos. Ik ben al eens in blauw geweest en ik ben eens in turquoise geweest. Ja, dan wissel ik aan. Maar nu, sinds dat ik hier zit, heb ik een beetje roos waars is een beetje in de mode. Dus dat vind ik wel heel erg leuk.
Die is echt iemand die zuurt allemaal leuke dingetjes. Ja. En gleesjes die spaar ik al. Dat waren harder nog. In Brugge was een heel oud vrouwtje en die had een velour gordien. En daar lachten al die gleesjes op en echt maar schuimen. Ik zei, gang toe maar een potje bier drinken. Toen echt wel schuim. En voor een frank, dus dat waren toen 7,5 cent. Ja, dat kostte ze nog niet meer. Oh, wat leuk hè. Maar ik heb er geluid bijna, want ik moet nog een plank bij halen. Bijna 400 heb ik er geluid. Van die gleesjes. En van die kleintjes allemaal, ja. Pak er eens eentje, joh. Ik moet dus dit meutje hebben, hè. Oh, dit is speciaal, dit meutje? Ja, dit meutje. Dus een Elskes meutje. Tenminste, zeggen ze. En dit is dan toevallig effe, maar het mooiste vind ik natuurlijk als ze bewerkt zie. Pas op, hè. Kijk. Dat is geslepen. Dat moet bewerkt zien, hè. Ja, geslepen. En er zitten kristallen bij. En er zitten, ook goed in de gleesjes. Maar meestal... En dat zie ze aan de voet, als het zwaar is en dingen, dan zien het al. Dus toevallig dat ik deze week deze in panningen heb bij de TTC waar allemaal mee. Oh ja, dat klopt. En dan stingen die. Ja, ik zeg, ik wil er maar één. Och, neem er toch drie, zit die vrouw. Ik heb er maar drie. Och, ik zeg, geef maar drie. Ja, wat zeg, we hadden het over de leuke dingen van de koningshoek. Ze gingen we even naar kijken. Mogen we even mee lopen met dit? Dit is dus ook, Prachtig, hè? Zo'n schuifdeur gezien, dat, hè? Kijk, als ik dus in Wenen ben, dan breng ik een hoop foto's en dingen mee. En dan doe ik ook... Dit is de nationale hymne van Oostenrijk, dus. Och, die heet het... Hier staat het... Kies die melodie ook? Ken ze dat niet. Ze hebben het gespeeld toen Zita, de laatste keizerin, begraven is. Ah. Toen hebben ze het ook gespeeld, bij de groeften. Mooi. Die foto's die zussen door in die shops die en zo, en die kan ze shops, dan. Kunt ze kopen, ja. Ieder jaar dingen dan weer hangen. Ja, en dit is dan Schönbrunn. Ja, de binnenkant. Zelf, dingen mee. Ja, die kunnen ze kopen. Dus hè, dit is een album alleen al van Sissi? Ja, 1, 2, 3, hè. Alleen van Sissi? Ja, die heb ik. Dus nog veel meer als Sissi, of nee? Ik doe ook Luxemburg. En ik doe ook België dus, als specialiteit. En Nederland, maar het eigen land, dat is minder. Dat is eigenlijk schandalig. Maar wie kunt, hè? Ja, weinig niet. Ik vind dat, dat spreekt me veel meer aan van Sissi en van België ook. En dat ook weer een beetje met de Habsburgers ook verwezen is. De Habsburgers, want hebben Leopold die altijd... Leopold II, Rudolf van Sissi. Ja? Was getrouwd met een prinses uit België, prinses Stephanie van België, van Leopold II. Dus. Ja, dat vind ik nou zo knap, dat ook allemaal nog werd wie dat ineens als zich erover interesseert, is dat ook heel leuk. Wat mooi, ja. Ja. En dan is, kijk, dat is Rudolf. Ja. En dat is Sissi dingen. En dan is er dit is ook nog. Allemaal Sissi wat heel leuk. Ja. En dit is dan, dit is ook Sissi dus. En dit is dan eigenlijk van de, deze niet. Ik heb er dus ook van dan de kinderen dus van Otto. Kijk, keizerin Zita, dat waren de opvolger van Jozef, hè. Ja. Karel eigenlijk. En die hadden dus 8 kinderen. En ja, die volg ik dan. Daar zien er dus van gestorven. En, dat heb ik hier wel. En dan heet ze dus... Dit is van de Kaiservilla van Bad Ischl. Hoe intussen dingen. En dit zou je dus als Oostenrijk een keizerrijk nog waar. Dan waren dit, was dit de keizer van dingen. Echt wat een mooie hobby, of niet? Ja. Het is toch wel een team. Nou, daar heb ik haar heel veel van mijn verdriet eigenlijk in weggekund. Dan zo een zachte als kinger, als mama is een koningin, en laat die mama trouwens. Maar dan loog het ook bezaaid, hè. Want dan zit ze in een thema. En dan moest het door in verder gaan. En dan moest het laten liggen, want anders dan is het kwijt. Dus dan had ik de buksjes liggen en toen een beetje te vuur. Ja? Ja? En hoe doe je dat? Nou doe ik het bepaald. En zo zien er vast nog heel wat verzamelaars in de gemeente. Wat was ook favoriete uitzending van Effe Pauze? Ga ik naar de onderstaande site en stemmen. De drie uitzendingen met de meeste stemmen werden in de zomer nog een keer uitgezonden. Ik ga eens bedenken wat zou ik nou kunnen verzamelen. Nou, liedjes kunnen in elk geval, hè. Maar vooral liedjes. Ja, van mij ben je de koningin van helden in elk geval. Tot ziens. Bedankt voor de gastvrijheid, hè. Ik kom een keer terug, want ik ben nu zo'n keer nog zat te bellen.